Burgemeester Fons Natrop wordt waarnemend burgemeester van Bokstel, maar blijft in Altena wonen. Toch gaat hij de inwoners van de gemeente Aalburg missen. Gaat u de Aalburgers missen? Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk, je hebt je 10 jaar gezeten met een goed gevoel. Je hebt ook met een zekere trots ook met de inwoners gecommuniceerd. Het zijn eigen boontjesdoppers, het zijn mensen met een creativiteit, maar ook met heel veel sociale binding. Oog hebben ook voor elkaar. En die twee eigenschappen zie je trouwens in alle 21 dorpen van de gemeente Altena ook terugkomen. Dat is ook het mooie ervan weer, dat het ook wel weer uitspreidt in die zin. Dus in die zin, ja, we blijven er wonen, zeg genoeg, denk ik. Hè? Dus dat vinden we ook leuk om te blijven wonen. En de relatie met de inwoners is denk ik goed. Maar afscheid nemen, dat doet altijd een beetje pijn natuurlijk. Dat is altijd een beetje vervelend. Maar als je dan weer een perspectief hebt, dan ga je daar weer op richten. Ja, voor u brengt dat nieuwe uitdagingen in de gemeente Bokstel. Hoe is dat zo op uw pad terechtgekomen? Ja, dat is ook een beetje van wat er op dat moment aan vacatures ontstaat. Dat komt dan langs en daar speel je dan op in. Je krijgt dan een uitnodiging van de commissaris om te kijken van nou, is dat wat voor je? Past dat in het profiel ook een beetje van die gemeente? Nou, op die manier is daar naar gekeken en hij vond dat dat aardig goed zou kunnen passen in het profiel van Bokstel. Vervolgens ga je dan een gesprek met de fractievoorzitters van die gemeente. En daar heb je dan een gesprek mee en dat klikte, moet ik zeggen. Dat was een mooi gevoel, ook van beide kanten. Zeggen we, nou oké, wij kunnen daar iets in betekenen om hen ook weer te helpen naar de volgende fase van een benoemde burgemeester. Het is een waarnemerschap en dat betekent in principe 8-9 maanden dat je dat waarneemt. En dan kijk je van, nou wat zijn er aan lopende dossiers? En die probeer je zo goed mogelijk op te pakken, weer in de geest van de voorganger, maar ook in de geest wat de gemeente zelf ook wil. Daar heb ik heel veel zin in, want er liggen een paar hele leuke uitdagingen ook, die in het verlengde wel ook van hier zijn. Meewerkend Bokstel bijvoorbeeld, dat is echt in kader van participatie, mensen betrekken vanuit lokale initiatieven. Er is ook een herindelingsvraagstuk wat daar speelt. De gemeente Haren wordt opgeheven. De plaats S komt bij de gemeente Bokstel. Dus dat is ook een stukje ervaring wat ik in kan brengen. Nou ja, goed, zo zijn er een aantal zaken. Hè. De gemeente Sint-Michielsgestel en Bokstel hebben een ambtelijke fusie. Nou, ook dat is met de ervaring die ik hier heb, kun je daar mooi gebruik van maken. Wat is uw meest positieve ervaring uit die 10 jaar burgemeesterschap? Ja, dat is een lastige. Het zijn een aaneenschakeling van mooie ervaringen, denk ik. Maar het meest recent vind ik wel 1 oktober 2016. Ik noem dat de dag van de toekomst, de dag van de democratie. Daar is de toekomstvisie van Altena geboren. Daar is toen de 300 inwoners input geleverd voor die toekomstvisie van Altena. En er zijn ook zo'n 50 mensen bezig geweest om een droom neer te zetten. En ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat die pitch van al die mensen waar die droom neergezet werd. Het was heel emotioneel, was heel mooi om daar dan ook invloed te geven aan een nieuwe manier van werken. En dat nieuwe manier van werken van hoe ga je met inwoners, met initiatieven om, heeft ook niet zo'n weerslag in de filosofie van de nieuwe gemeente Altena. Dus dat vond ik wel een mooie markering, 1 oktober 2016, naar de toekomst toe voor de gemeente Altena. Wat ook heel erg bij is gebleven, ook wel mooi in de relatie met de gemeente Altena. We hebben verkiezingen gehad. In 2014 was het, dacht ik. En toen waren er net 3 stemmen te veel voor de een en 3 stemmen te weinig voor de ander. Er zijn hertellingen geweest, ook zo'n bijzonder moment. En toen is de omslag gekomen, waardoor het net 8 voor en 7 tegen de herindeling was. En die omslag heeft ertoe geleid dat we nu hier staan en het einde van de gemeente Aalburg nu inluiden. Dat is ook wel een heel bijzonder momentje, want dat is, ik wil het niet negatief benoemen, maar dat is gewoon een historisch moment geweest, waardoor er toch iets is gebeurd en de politiek ja gezegd heeft, ook in Aalburg. Mooi, het waren bewogen jaren. Nou, het waren mooie jaren. Het waren jaren waar ik met heel veel plezier terugkijk. Er zijn natuurlijk ook elk jaar oud en nieuw. Is ook een dossiertje waar we heel druk mee bezig zijn. En dan proberen ook goed voor te bereiden en goed ook inhoud aan te geven. Ik heb nog steeds de vertrouwen en dat het ook daar in de toekomst steeds beter gaat. Dat je de mensen zelf ook de verantwoordelijkheid nemen om rellen te voorkomen. En te zorgen dat het ook netjes verloopt en met een feestje zoals het hoort.